Paragraaf 2.5 lijkt een beetje buiten de rest van hoofdstuk 2 te vallen. Het gaat hier namelijk niet om de Grieks-Romeinse cultuur, maar om de ontwikkeling van het Jodendom en Christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten. Het gaat hier dus over het ontstaan van religies. Dat is bij uitstek een culturele paragraaf. Het Jodendom is de oudste van deze twee godsdiensten. We zien hier het gebied waar het ontstaat, het huidige Israël en Palestina. Ook het christendom zal in deze streek ontstaan. En het Jodendom en het christendom zijn de eerste monotheïstische godsdiensten. En dat begrip, monotheïstisch, is dik gedrukt en verdient misschien wel enige uitleg. Het bestaat eigenlijk uit twee Griekse woorden. Monos is het Griekse woord voor één. En theos is het Griekse woord voor God. Monotheïstisch wil dus zeggen dat het een geloof is met één God. Dit in tegenstelling tot polytheïstisch, dat is namelijk een geloof met meerdere goden. Wat zijn nu de kenmerken van het Jodendom en het Christendom? En hoe zijn ze ontstaan? En wat hebben ze eigenlijk met elkaar gemeen? Wat hebben ze met elkaar te maken? Dat zullen we nu eens gaan bekijken. Het Jodendom is de oudste van de twee godsdiensten. Het ontstaat rond 1750 voor Christus als de aartsvader Abraham op aanwijzing van de God Yahweh in het gebied terechtkomt dat we hier links op de kaart zien. Daar doet Yahweh hem een belofte. Heel Kanaan, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen geven en ik zal hun God zijn. En alle Joden zijn dus nakomelingen van Abraham. Op een gegeven moment, en we weten niet precies waarom, vertrekken die nakomelingen uit dit gebied van Kanaan en gaan ze richting Egypte. Misschien dat het komt door een hongersnood, misschien vanwege een andere reden, we weten het niet precies. Uiteindelijk zal de profeet Mozes het Joodse volk weer terugleiden naar het beloofde land, zoals hij dat zelf noemt. Het gebied van Israël dus. Dit verhaal is allemaal te vinden in de Tenach, de Joodse Bijbel. En daarin staat ook het verhaal opgeschreven dat Mozes op de terugweg vanuit Egypte van Yahweh de 10 geboden krijgt. En de 10 geboden zijn de 10 belangrijkste leefregels van de Joden. Samen met de regels die er in de zogenaamde Torah worden opgeschreven. Oké, dus Jodendom ontstaat rond 1750 voor Christus. De God heet Yahweh, de profeet is Mozes en een profeet dat is iemand die als boodschapper van God kan worden gezien, die het woord van God aan zijn volk doorgeeft. Het heilige boek is de Tenach en de belangrijkste leefregels vindt men in de Torah en de 10 geboden. Aan de pijlen zie je al dat het Jodendom iets met het Christendom te maken heeft. Jezus Christus is zelf ook een Jood. Hij wordt dus geboren op het jaar 0 zou je zeggen. Tegenwoordig weten we beter. Zou het zo zijn dat Jezus Christus eigenlijk iets voor het jaar 0 is geboren. Maar hij trekt rond als een profeet, net als Mozes dat is geweest. En hij verwoordt ook zijn boodschap zoals hij die van God heeft doorgekregen. Een boodschap van naastenliefde vooral. En uiteindelijk zal die christelijke God zal niet meer Yahweh heten, maar die noemen wij simpelweg gewoon God. De belangrijkste profeet noemde ik net dus al, dat is Jezus, Jezus Christus, waarnaar het geloof vernoemd is. En het heilige boek kennen we ook, dat is de Bijbel. En die Bijbel is voor een deel hetzelfde als de Tenach, dat is namelijk het Oude Testament. Wat de christenen daar later aan toevoegen, is het Nieuwe Testament, waarin het leven en de daden van Jezus zijn beschreven. Maar je ziet al dat in oorsprong het Jodendom en het Christendom dus veel met elkaar te maken hebben. Dat zie je ook terug bij de leefregels. De Torah geldt specifiek voor Joden, maar de belangrijkste leefregels van het christendom zijn toch ook wel die 10 geboden. Van die twee godsdiensten die we hier nu zien, wordt het christendom veruit het populairst. Het krijgt de meeste aanhangers, ook binnen het Romeinse Rijk. Want dat is natuurlijk wel de link met de rest van hoofdstuk 2. Deze godsdiensten ontstaan allebei in een gebied dat uiteindelijk tot het Romeinse Rijk zal gaan behoren. Sterker nog, Jezus Christus is zelf een inwoner van het Romeinse Rijk. Dus we gaan eens even kijken naar hoe dat christendom zich in het Romeinse Rijk ontwikkelt. Het christendom in het Imperium Romanum.
En hier zien we weer een kaartje van het Romeinse Rijk. Die donkergrijze gebieden behoorden allemaal tot dat Rijk. Maar we zien tegelijkertijd ook een aantal andere zaken erin. Dit is een christelijk kaartje. En langzamerhand zal het Romeinse Rijk, het Imperium Romanum, steeds christelijker worden. Maar dat ziet in eerste instantie niet naar uit. Jezus Christus wordt gezien als één van de vele profeten die er rondloopt. En uiteindelijk wordt hij rond 30 voor Christus gearresteerd door de Romeinse autoriteit. Waarom? Omdat hij het belangrijker vindt om God te eren dan om de Romeinse keizer te eren. En dat is ook een van de belangrijkste boodschappen die de christenen zullen uitdragen. En daarom wordt het christendom tot 312 na Christus uiteraard in het hele Romeinse Rijk streng vervolgd. Desondanks blijft het geloof groeien omdat de boodschap van naastenliefde heel erg aanslaat bij een groot gedeelte van de arme bevolking van het Romeinse Rijk. En in 312 na Christus is dat geloof zo wijd verspreid, ondanks alle vervolgingen, dat de keizer op dat moment, keizer Constantijn, besluit tot godsdienstvrijheid. Christenen worden niet langer vervolgd. Sterker nog, op zijn sterfbed in 337 laat hij zichzelf nog dopen tot christen. Dus hij zal uiteindelijk als christelijk keizer naar de hemel gaan. En in 394 gaat keizer Theodosius zelfs nog een stap verder. Hij maakt het christelijk geloof tot de staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk. Het oude polytheïstische geloof met de meerdere goden dat de Romeinen van de Grieken hadden overgenomen, dat wordt dus verboden. En hier zien we dus de groei van het christelijk geloof in die vier jaartallen en vooral ook op dat kaartje. En wat wij op dat kaartje zien, als we daar nog eens even goed naar gaan kijken, zijn een aantal zwarte stippen. Dit zijn belangrijke christelijke plaatsen tot het jaar 325. Belangrijke christelijke gemeenten. Hier zit dus een omvangrijke christelijke gemeenschap. Je ziet dat een aantal van die zwarte bolletjes, dat die ook nog omcirkeld zijn. Dat zijn plaatsen waar zogenaamde concilies zijn gehouden. Concilies zijn belangrijke kerkvergaderingen. Naarmate het christelijk geloof steeds verder groeide, kwamen er ook steeds meer verschillende vormen van het christendom. En op die kerkvergaderingen, die concilies, werd door de christelijke leiders besloten wat de juiste regels van het christendom waren. En die regels, die zullen in de rest van de geschiedenis ook heel belangrijk gaan zijn.